Zo rond 1920 stond Nederland nog met één been in de 19e eeuw. Het was een conservatief land waar gezag en orde heerste en waar de tijd soms stil leek te staan. Maar in de loop van de jaren 20 veranderde het een en ander. De bevolking groeide van 7 tot bijna 8 miljoen en de techniek ging steeds meer het beeld bepalen. Vooral de luchtvaart met zijn legendarische Indiëvluchten sprak sterk tot de verbeelding. Een andere verworvenheid van de moderne tijd was de film. Na de Eerste Wereldoorlog werden overal in het land nieuwe bioscopen gebouwd en de Nederlanders genoten massaal van die magische, bewegende beelden. En zo ongeveer moet een cineast van de filmfabriek Polygoon te werk zijn gegaan met zijn driepoot en handcamera. Het nog jonge Polygoon maakte familie-, bedrijfs-, onderwijs- en reclamefilmpjes en filmde ook actuele gebeurtenissen. Vanaf 1921 werden de nieuwsonderwerpen van Polygoon samengevoegd tot een bioscoopjournaal. En het is aan dat Hollands Nieuws te danken dat we ons nu een beeld kunnen vormen van de jaren 20. In het begin van de jaren 20 waren de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog nog duidelijk merkbaar. De Volkenbond werd opgericht om een dergelijke uitbarsting van geweld in de toekomst te voorkomen. In 1922 kwamen afgevaardigden uit tientallen aangesloten landen bijeen in het Vredespaleis in Den Haag voor de eerste zitting van het Permanente Hof van Internationale Justitie. De inwoners van de grensstreken waren getuigen van de bittere armoede die in Duitsland heerste na afloop van de Eerste Wereldoorlog. Grote groepen Duitsers trokken dagelijks de grens over om in het Limburgse Vaals alles te kopen wat in hun eigen land niet te krijgen was of onbetaalbaar was geworden. Tienduizenden kinderen uit het noodlijdende en hongerende Duitsland kwamen naar Nederland om aan te sterken. Uiteraard werden voor die kindertransporten onderscheiden comité's opgericht. Protestants-christelijk, Rooms-katholiek, Joods en neutraal. In Breda plaatste het Rooms-katholieke huisvestingscomité deze 600 kinderen uit het Ruhrgebied bij gezinnen in de omgeving. Massale hulde aan prinses Juliana, die op 30 april 1923 14 jaar was geworden. Die hulde gold ook haar moeder, koningin Wilhelmina, en haar grootmoeder, koningin moeder Emma. De loyaliteit aan het Koningshuis was bij een groot deel van de Nederlandse bevolking aanmerkelijk toegenomen nadat de socialistische voorman Pieter Jelle Stroelstra in november 1918 een revolutiepoging had ondernomen. Gesteund door de revolutionaire omwentelingen in het buitenland vond hij de tijd rijp om de monarchie af te schaffen. De revolutie mislukte, vooral door gebrek aan steun bij de eigen achterban. Maar de socialisten werden nog lang beschouwd als oproerkraaiers en revolutionairen. De Sociaal-Democratische Arbeiderspartij streefde echter vooral naar sociale vernieuwing. En tijdens de 1 mei-vieringen werd over revolutie niet meer gesproken. Toch bleef men met alles rekening houden. Direct na de mislukte revolutiepoging was in 1918 de bijzondere vrijwillige landstorm uitgebreid
En in het begin van de jaren 20 bestond de organisatie al uit 50.000 geoefende militairen. De landstorm zou vooral worden ingezet bij politieke omwentelingen en massale stakingen. De katholieke premier Ruist Berenbroek kreeg in die dagen te maken met een ander gevolg van de Eerste Wereldoorlog. De verschrikkingen van die massale slachting, waarbij in 4 jaar tijd 10 miljoen doden waren gevallen, had in Nederland geleid tot een wijdverbreid antimilitarisme. En toen de regering in 1923 een vlootwet indiende die voorzag in de bouw van tientallen nieuwe schepen en vliegtuigen voor de marine, stak een storm van protest op. Veel politieke partijen waren pacifistisch gestemd. Anderen wilden de defensie tot het uiterste beperken. De SDAP organiseerde een massale betoging tegen de vlootwet. 70.000 sociaaldemocraten trokken van het Amsterdamse ijsclubterrein demonstrerend naar het Museumplein. Ongeveer dezelfde tijd hielden de communisten een betoging in Den Haag. Maar het verzet tegen de vlootwet was veel breder. Aan de Staten-Generaal werd een petitionnement aangeboden met de handtekeningen van 1.300.000 Nederlanders. En dat had duidelijk invloed op het parlement. Kamerleden die aanvankelijk voor het wetsvoorstel waren, schaarden zich nu bij de tegenstanders. Uiteindelijk werd de vlootwet met een meerderheid van slechts 1 stem verworpen. Het jaar daarop, in 1924, werd in Scheveningen de mobilisatie herdacht en het begin van de Eerste Wereldoorlog. Ons land was weliswaar niet rechtstreeks betrokken geweest bij die strijd, maar honderdduizenden mannen waren 4 jaar lang gemobiliseerd om de Nederlandse neutraliteit te bewaken. Nooit meer oorlog. Dat was een hartewens van veel Nederlanders. En de regering vertaalde dat in een drastische bezuiniging op de defensieuitgaven, die tot de helft werden ingekrompen. En toen in 1924 voor het eerst in 10 jaar weer eens een militaire parade werd gehouden op het Haagse Malieveld, was dat een povere vertoning. Veel paarden en wapens uit de vorige eeuw, aangevuld met Engelse en Duitse overschotten uit de Eerste Wereldoorlog. Op het platteland drong weinig door van al die opwinding. Bijna 1/4 van de Nederlanders werkte in de landbouw in een jaarlijkse cyclus van zaaien en oogsten. Het vreedzame bestaan van den gerusten landman. Bijna al het werk op het land gebeurde nog met de hand. Zo was de suikerbietencampagne in de Haarlemmermeerpolder een zaak van veel mankracht. Er werd in Nederland ook nog tabak geteeld, voornamelijk op de hoge zandgronden bij Rhenen. Die tabaksteelt was bijzonder arbeidsintensief. Het hele gezin werkte mee bij het oogsten, aanrijgen en drogen van de tabak. Maar de concurrentie van hoogwaardige Indische tabak werd zo groot dat de Nederlandse tabaksteelt enkele jaren later al goed deels zou zijn verdwenen. Paarden vervulden een belangrijke rol in de landbouw, want die deden het zware werk. Maar demonstraties moesten duidelijk maken dat ploegen met 1 tractor veel beter en sneller ging dan met 4 paarden. Toch zou het nog heel lang duren voor de paarden werden vervangen door tractoren.
De Gelderse provinciale verkeerspolitie had op het platteland zo zijn eigen problemen. Af en toe konden de agenten een vrachtauto aanhouden voor een controle. Maar vaak had hun optreden weinig te maken met het snelverkeer. In de steden lag dat wat anders. Daar werd het verkeer zo druk dat de Zutphense politie de schooljeugd les ging geven in verkeersregels. Stoomtreinen onderhielden de verbinding tussen de belangrijkste plaatsen in Nederland. Maar de trein kreeg steeds meer concurrentie van vrachtauto's en autobussen. De spoorwegen leden daardoor ernstige verliezen en gingen over tot het massaal opheffen van regionale spoorlijnen en stations. Een belangrijk openbaar vervoermiddel was in die tijd de stoomtram. Die reed tussen dorpen en steden in de provincie op trajecten waar geen treinen kwamen. Naast de autobus was de stoomtram de spil van het regionale personenvervoer. In heel Nederland lag een dicht netwerk van tramlijnen die al of niet op elkaar aansloten. Zo'n stoomtram reed dwars door steden en dorpen, maar de snelheid was gering en spoorwegovergangen waren dus overbodig. In 1924 werd de blauwe tram, de stoomtram tussen Leiden en Scheveningen, als een van de eerste vervangen door een elektrische tram. Dat ging veel sneller, maar nu moesten er ook veiligheidsmaatregelen worden getroffen op de wegkruisingen. En zo hier en daar op het platteland reed ook nog wel een paardentram die het stoomtijdperk had overleefd. In Friesland onderhield deze paardentram in rustige draf de verbinding tussen Makkum en Harkezijl. De populairste actrice van die tijd was zonder twijfel Esther de Boer van Rijk. Ze was vooral befaamd geworden door haar hoofdrol in Herman Heiremans toneelstuk Op hoop van zegen. Ontelbare malen had ze zich geschminkt voor de rol van Kniertje en de beroemde woorden gesproken: de vis wordt duur betaald.
Behalve dit stuk over het vissersleven had Herman Heijermans nog veel meer sociaal geëngageerde toneelstukken geschreven. Hij was lid van de SDAP en medeoprichter van het socialistische dagblad Het Volk. In november 1924 overleed de gevierde toneelschrijver in zijn huis in Zandvoort. Willem Royaerts was de grand seigneur en de grote vernieuwer van het Nederlandse toneel. Hij schitterde in Shakespeare en Vondel en regisseerde spectaculaire vertolkingen van klassieke toneelstukken. Louis Salborn was de coming man. Hij had lang onder Royaerts gewerkt en ging door met de toneelvernieuwing. Bovendien schilderde hij niet onverdienstelijk. In de Amsterdamse stad Schouwburg, waar hij zoveel triomfen had gevierd, begon ook de laatste reis van Louis Bouwmeester. Op 28 april 1925 was de man die beschouwd werd als de grootste Nederlandse acteur van zijn tijd op 83-jarige leeftijd overleden. Er waren in de jaren 20 verschillende Nederlandse vliegtuigfabrieken. Een van die vliegtuigbouwers was Joop Carly, die in 1924 zijn nieuwste ontwerp demonstreerde, de vliegfiets. Datzelfde jaar ging Carly's fabriek failliet en de zaak werd overgenomen door de Haagse meubelfabrikant Pander, die al direct met een nieuw vliegtuigje kwam, het Pander babyvliegtuig. Voor de KLM waren deze kleine toestellen niet interessant. De 5 jaar tevoren opgerichte luchtvaartmaatschappij had zijn zinnen gezet op een eerste vlucht naar Indië en daar was een ander vliegtuig voor nodig. Dat werd geleverd door Antonie Fokker, Nederlands grootste vliegtuigbouwer. Een Fokker F7 zou de lange tocht ondernemen. Met aan boord gezagvoerder Thomassen Atusink van der Hoop, luitenant vlieger Van Weerde Poelman en boordwerktuigkundige Van den Broeke. Op 1 oktober 1924 vertrok het eenmotorige toestel naar Indië. De zakenwereld had grote belangstelling voor dit experiment, want de reis naar Indië met de snelste stoomboot duurde altijd nog een maand. En misschien zou het per vliegtuig sneller kunnen. Er werd alleen overdag gevlogen en zoveel mogelijk boven land. Na 2,5 dag ontstond een scheur in de radiator van de motor en moest een noodlanding worden gemaakt in Bulgarije. Het duurde een maand voor het vliegtuig was gerepareerd en de tocht kon worden voortgezet. Eindelijk, na 55 reisdagen, landde het toestel op 24 november in Batavia. Geen erg bemoedigend resultaat. Bovendien bleef het bij een enkele reis, want het vliegtuig werd op een schip geladen voor de terugreis naar Nederland. Een half jaar na hun vertrek arriveerden de vliegers met hun Fokker F7 weer op Schiphol. Ze werden uitbundig gehuldigd en kregen hoge koninklijke onderscheidingen.
Voetbal was ook in de jaren 20 al een populaire sport, vooral de interlandwedstrijden Nederland-België. Maar de voetballers bleven onder alle omstandigheden heren. Voor het begin van de 26e interland, die in 1924 in Amsterdam werd gespeeld, kreeg de Nederlandse aanvoerder Harry Deenis bloemen aangeboden door dokter Jan Swartenbroeks, de aanvoerder van het Belgische elftal. De wedstrijd eindigde in gelijkspel. Snelheid en durf. Groot was de bewondering voor de coureurs van de autoraces voor sportwagens die elk jaar op de boulevard van Scheveningen werden gehouden. Die autoraces in Scheveningen waren voor elegante dames altijd een goede gelegenheid om zich van hun beste kant te laten zien. In 1925 werden voor het eerst de TT-races in Assen gehouden. Het circuit bestond nog niet en de races werden verreden over bestaande wegen in de omgeving van Assen. Met een vaartje van wel 90 km per uur stoven de motorcoureurs door het Drentse landschap. En dit is de winnaar van de allereerste TT-race, een glunderende Piet van Wijngaarden. Er werden meer opmerkelijke sportieve prestaties geleverd, of wat daarvoor door moest gaan. Zoals het boegsprietlopen tijdens de geuzenfeesten in Zierikzee. Met een rollende ton de wereld rond. Dat was de opzet van deze man. Maar het werd niet goed duidelijk of het nou ging om een recordpoging of een reclamestunt van een bierbrouwerij. En deze heer had zich in zijn hoofd gezet om al kopje duikelend de wereld over te trekken. Hij trok in ieder geval veel bekijks. Het vermaak van de gemiddelde Nederlander zag er wat anders uit. In de winter, als plassen en sloten bevroren waren, werd er geschaatst. En niet zomaar, er werd schoon gereden. In de zomer was het strand de grote trekpleister. Vakanties bestonden nog nauwelijks, maar op mooie zondagen was het op het strand van Zandvoort een drukte van belang. Zonnebaders, pootjebaders en een enkele zwemmer. Naarmate de steden voller en drukker werden, ontstond er behoefte aan ontspanning in de vrije natuur.
De eerste stedelingen gingen kamperen op de allereerste kampeerterreinen op de Veluwe. De padvinders deden dat allang, maar nu kropen gezeten huisvaders en moeders in een tentje en warmden zich bij een kampvuur. Op 10 augustus 1925 werd het Achterhoekse stadje Borculo getroffen door een cycloon. Daarbij vielen 4 doden en tientallen gewonden. De schade was enorm. 2000 mensen waren dakloos geworden. Honderden koeien en varkens lagen bedolven onder het puin. Koningin Wilhelmina en de 16-jarige prinses Juliana haasten zich naar het zwaar geteisterde gebied en stelden zich op de hoogte van de problemen. Bijna niemand van de getroffen Borculoers bleek voldoende verzekerd tegen de schade. En terwijl de slachtoffers werden ondergebracht in barakkenkampen, startte in Nederland een hulpactie. Binnen enkele dagen werd 3 miljoen gulden bijeengebracht. En dat was ruim voldoende om het Achterhoekse stadje weer op te bouwen. De Spoorwegonthoudersvereniging bestond 15 jaar en hield een optocht door het centrum van Utrecht. In de jaren 20 bereikte de drankbestrijding een hoogtepunt. De Verenigde Staten waren helemaal drooggelegd en in Nederland richtte tal van organisaties zich op de arbeidersbevolking. Want er werd een direct verband gelegd tussen sociale misstanden en drankmisbruik. Zo wierf de Spoorwegonthoudersvereniging zijn leden onder het trein- en trampersoneel. De gehele onthoudersbeweging had veel succes. Het drankgebruik daalde fors en was aan het eind van de jaren 20 lager dan ooit. De tuberculose of TBC was nog een gevreesde volksziekte. Die werd genezen met langdurige rust in een sanatorium. Daar werd elk jaar de Emmabloemcollecte voor gehouden door bijzonder vasthoudende collectanten. Herstellende zieken konden weer wat op adem komen in het Park Herstellingsoord dat het Rode Kruis enkele jaren tevoren had ingericht in het Amsterdamse Oosterpark. Later zou die naam worden veranderd in Beatrixoord. En de Leidse hoogleraar professor Eindhoven deed pionierswerk bij zijn onderzoek naar de functie van de luchtwegen. Professor Eindhoven werd wereldberoemd door een methode voor het opnemen van elektrocardiogrammen. In 1924 had hij daarvoor zelfs de Nobelprijs voor Geneeskunde gekregen.
Eind 1925 hadden de grote rivieren de hoogste stand van de eeuw bereikt. En op Oudjaarsdag brak de Maasdijk bij Overasselt door. In de eerste dagen van 1926 liep het land van Maas en Waal onder water. En iedereen probeerde te redden wat er nog te redden viel. De bijna 6000 inwoners van dit gebied konden heelhuids uit hun overstroomde huizen worden gehaald en werden geëvacueerd naar steden en dorpen in de omgeving. Daarna werd het leger ingezet bij het redden van het vee dat was achtergebleven in de boerderijen, die al meters diep in het water stonden. Toen begon het hard te vriezen en de enorme watervlakte veranderde in een barre ijsvlakte. Voor degenen die in het gebied waren achtergebleven, moesten levensmiddelen en kolen met sleetjes over het ijs worden aangevoerd. Door de overstroming en het ijs waren 3000 huizen geheel of gedeeltelijk verwoest. En er werd voor 10 miljoen gulden schade aangericht. Maar voor de regering was dat geen aanleiding om te spreken van een nationale ramp. Daarop werd in het hele land een inzamelingsactie gehouden om de slachtoffers toch te kunnen helpen. Dat werd groots aangepakt. In Amsterdam reed de brandweer met een oude diligence door de stad om geld op te halen. De nationale inzamelingsactie bracht binnen korte tijd bijna 5 miljoen gulden op. Van dat geld en een beetje overheidssteun werden allereerst de woningen en boerderijen van de beter gesitueerden hersteld. Daarna kwamen de eigenaren van de kleinere huizen aan de beurt. Maar de mensen die tijdens de watersnood in een huurhuis hadden gewoond, kregen niets. Ze hadden immers niets verloren en moesten zelf maar een nieuw onderkomen zoeken. Bijna 2 jaar na de ramp woonden nog 50 gezinnen met 200 kinderen in wrakke noodwoningen. Deze schrijnende toestand wekte in het land veel verontwaardiging. Een actie van het dagblad De Telegraaf bracht binnen enkele weken een ton op. En dat was ruim voldoende voor de bouw van 50 eenvoudige huisjes, want die kosten maar 1800 gulden per stuk. Er kwam steeds meer gemotoriseerd verkeer, vooral in de grote steden. Rond 1926 reden er in Nederland zo'n 30.000 personenauto's en vele tienduizenden vrachtauto's en autobussen. Vanaf 30 december 1936 werd de wegenbelasting ingevoerd. Dat gebeurde op verzoek van de georganiseerde automobilisten, want van de opbrengst zouden de wegen kunnen worden verbeterd. Ook
eerste 2,5 miljoen fietsers betaalden een soort wegenbelasting. Elk jaar moesten ze op het postkantoor een rijwielplaatje kopen. Dat kostte een riksdaalder en het werd muurvast op de fiets aangebracht om diefstal te voorkomen. Vanaf 1927 werd het nationale rijbewijs ingevoerd. Daarvoor kon elke commissaris van de koningin een rijvaardigheidsbewijs afgeven, zonder dat er gekeken werd of iemand echt wel kon autorijden. Maar ook nu was een rijexamen niet nodig. Hoogstens een proefrit onder het wakend oog van een deskundige. De spoorwegen werden in september 1926 getroffen door een ramp. De passagierstrein Rotterdam-Amsterdam ontspoorde ter hoogte van de Vink, tussen Voorschoten en Leiden. Daarbij vielen 4 doden en 10 zwaar gewonden. De ravage was enorm. Duizend mensen bestormden de Haagse Bijenkorf toen het nieuwe warenhuis in maart 1926 werd geopend. Het gebouw was een ontwerp van architect Kramer, die tot de Amsterdamse school behoorde. Dichte rijen voor het RAI-gebouw op de openingsdag van de Damesbeurs, die elk jaar in Amsterdam werd gehouden. Want daar werd het allernieuwste getoond op het gebied van kleding, voeding en woninginrichting. In oktober 1926 opende koningin Wilhelmina het Koloniaal Instituut in Amsterdam, het latere Tropeninstituut. Het kleine Nederland was een koloniale grootmacht en Indië was de belangrijkste en rijkste kolonie. In het nieuwe instituut zou vooral kennis over Indië worden verzameld om de belangen van de kolonie en het moederland beter te kunnen behartigen. Die belangen waren afdoende behartigd door generaal Van Heuts, die een einde had gemaakt aan de tientallen jaren slepende Aceh-oorlog en daarna als gouverneur-generaal het Nederlandse gezag in alle uithoeken van de Indische archipel had gevestigd. De generaal was in 1924 in Zwitserland overleden, maar kreeg in 1927 een pompeuze herbegrafenis in Amsterdam. Met groot militair vertoon trok de stoet naar de Oosterbegraafplaats, waar een indrukwekkend grafmonument was opgericht. Voor de meeste Nederlanders was Indië een kolonie ver weg over zee. Het resultaat van een groot verleden waarover men op school had geleerd.
En velen hadden familieleden in Indië, want regelmatig vertrokken schepen uit de Rotterdamse haven met burgers en militairen die zich in de kolonie gingen vestigen. De eerste vlucht naar Indië was in 1924 niet erg fortuinlijk verlopen. Maar inmiddels waren er betere vliegtuigen. Fokker ontwikkelde de F-7A, het eerste lijnvliegtuig met een luchtgekoelde motor. Daardoor was het toestel lichter, wendbaarder en sneller. De excentrieke Amerikaanse miljonair van Lear Black, die van Nederlandse afkomst was, huurde dit toestel in 1927 van de KLM voor de eerste retourvlucht naar Batavia. De Fokker zou gevlogen worden door gezagvoerder Gijsendorfer en tweede piloot Scholten. Op 15 juni begon de heenreis naar Indië. Het ging allemaal veel sneller dan 3 jaar daarvoor. Na ruim 2 weken vliegen landde het toestel in Batavia. En de terugreis verliep net zo voorspoedig. Op 23 juli keerde een vliegtuig, bemanning en van Lear Black terug op Schiphol. Tienduizenden waren naar de luchthaven gestroomd om getuige te zijn van die aankomst. En de vliegers en hun rijke passagier werden uitbundig bejubeld. Daarna volgde een ware triomftocht van Schiphol naar Amsterdam. Inmiddels had Fokker weer een nieuw vliegtuig ontwikkeld. Antonie Fokker ging zelf achter de stuurknuppel zitten om dit toestel op Schiphol te demonstreren. Die Fokker Trimotor was een vliegtuig met 3 luchtgekoelde motoren en het werd al direct een succes, ook in het buitenland. Zo vloog de beroemde Amerikaanse ontdekkingsreiziger Byrd er voor het eerst mee over de Noordpool en over de Atlantische Oceaan. Op 1 oktober 1927, 2 maanden na de terugkeer van Lear Black, vertrok luitenantvlieger Koppen met zo'n 3-motorige Fokker, de Postduif, naar Indië. Het ging allemaal nog veel sneller. De Postduif landde al na 10 dagen in Batavia, deed 11 dagen over de terugreis en was op 28 oktober weer terug op Schiphol. Luitenant Koppen werd bejubeld, maar vooral voor de KLM was het feest. Want de 2 geslaagde retourvluchten betekenden dat het mogelijk was om een lijndienst op Indië te openen met een veel kortere reisduur dan de scheepsverbindingen. Met de trein arriveerde Josephine Baker vanuit Parijs in Nederland. De Amerikaans-Franse zangeres was enkele jaren tevoren op slag beroemd geworden door haar gewaagde optreden. Slechts gekleed in een bananenrokje danste en zong ze in de revues van de Folie Bergère. Over belangstelling had ze in Nederland niet te klagen. Schok door Nederland toen bekend werd dat Jean-Louis Pissuis en zijn tweede vrouw Jenny Gilliams op 26 november 1927 op het Rembrandtplein in Amsterdam door een liefdesrivaal waren vermoord. De enorme belangstelling voor hun begrafenis toonde aan hoe populair de vermoorde kleinkunstenaar was. Pissuis werd beschouwd als de grondlegger van het Nederlandse cabaret,
en zijn liedjes zouden nog tientallen jaren gezongen worden. In 1927 trok weer een verwoestende cycloon over de Achterhoek en Twente. Deze keer werd het dorp Neede getroffen, op enkele kilometers van het 2 jaar tevoren verwoeste Borculo. Ook in Neede vielen enkele doden en de materiële schade was enorm. Ook op de Zuiderzee kon het behoorlijk spoken, want het was nog een echte zee met zout water en een brede open verbinding met de Noordzee. Op de soms woelige golven voer een vloot van zo'n 3000 visserschepen, botters en schokkers, aken, pluten en kwakken. De Zuiderzee was rijk aan vis. Er werd haring gevangen en ansjovis, maar ook bot, aal en spiering. De stadjes en dorpen langs de Zuiderzee waren volledig gericht op de visserij. Langs de havens lagen zeilmakerijen en palingrokerijen, werkten scheepstimmerlui en nettenboeters. En er waren tientallen werven waar schepen werden gebouwd en gerepareerd. Maar zo'n open zee had ook nadelen. Als de Zuiderzee door een storm werd opgestuwd, kwam het omringende land onder water te staan. En die overstromingen veroorzaakten veel schade. Nog in de jaren 20 werd het eiland Marken verscheidene malen volledig overstroomd. Na zo'n rampzalige overstroming in 1916... was besloten om een oud plan van ingenieur Lely uit te voeren. De Zuiderzee zou worden afgesloten en voor een deel drooggelegd, want dat leverde veel nieuwe landbouwgrond op. In de tweede helft van de jaren 20 werd dit gigantische werk ter hand genomen. Nadat eerst een proefpoldertje was aangelegd, werd in 1927 begonnen met de aanleg van de afsluitdijk tussen Noord-Holland en Friesland en met de inpoldering van de Wieringermeer tussen het eiland Wieringen en de kust van Noord-Holland. Daar kwamen veel mensen aan te pas, want praktisch alles gebeurde met de hand. De Nederlandse industrie werd in die tijd uitgebreid en gemoderniseerd. De hoogovens werden opgericht en begonnen in de jaren 20 met de productie van ruw ijzer voor de ijzer- en staalverwerkende bedrijven in ons land. Bij Rotterdam werd een grote aardolieraffinaderij gebouwd. En de nog jonge AQ in Arnhem produceerde jaarlijks al duizenden tonnen kunstzijde. Vanaf 1927 werd de Sint-Pietersberg bij Maastricht afgegraven. Een Belgisch-Zwitserse combinatie vestigde daar een groot cementbedrijf, want de vraag naar cement nam in de jaren alsmaar toe.
In de haven van Rotterdam werd het steeds drukker. Door de aanleg van het Noordzeekanaal in de vorige eeuw was de verbinding met de Noordzee aanmerkelijk verbeterd. En in het Duitse Ruhrgebied waren industrie en mijnbouw tijdens de industriële revolutie tot grote bloei gekomen. De Rotterdamse haven lag daar tussenin en werd de belangrijkste overslag- en doorvoerhaven van West-Europa. Maar ook het wegverkeer tussen de linker- en rechter Maasoever in Rotterdam nam steeds meer toe. En dat moest over de bruggen die vaak open stonden voor de scheepvaart. Dat leidde tot opstoppingen en chaotische taferelen. En dan was er nog het treinverkeer van noord naar zuid, dat via spoorbruggen de drukke scheepvaartweg kruiste. De gemeente Rotterdam werkte voortvarend aan de oplossing van dit probleem. De Willemsbrug over de Nieuwe Maas werd verhoogd, zodat de schepen er onderdoor konden varen. En de draaibrug over de Koningshaven werd vervangen door een hefbrug. Met de kenmerkende Rotterdamse beknoptheid zou die brug al gauw de Hef gaan heten. Vanuit Rotterdam begon in februari 1927 een bijzonder transport. 5 sleeboten sleepten de enorme sluisdeuren voor de nieuwe Noordersluis over zee naar IJmuiden. Onderweg bleek dat er problemen waren met de afdichting van de deur. En op volle zee moest dat euvel worden hersteld. Daardoor duurde de tocht 10 dagen, veel langer dan was verwacht. Maar dat deed niets af aan dit staaltje van Hollands glorie. Ook op de Limburgse kanalen werd gesleept, maar dan door kinderen en paarden. Toch werd dit beeld steeds zeldzamer. De binnenvaartvloot bestond voor een deel uit zeilschepen, veel stoomschepen en een enkel motorschip. Het scheepvaartverkeer op de binnenwateren nam ook steeds meer toe. En daarom werd in de jaren 20 besloten de kronkelende Maas in Limburg te kanaliseren en te voorzien van stuwen en sluizen. In 1927 opende koningin Wilhelmina bij Nijmegen het Maas-Waalkanaal. Daardoor ontstond een verbinding tussen de Maas en de Rijn met zijn zijrivieren. Het water van de grote rivieren was nog schoon en zat vol vis. Op de Waal bij Zaltbommel, maar ook op andere plaatsen, werd op zalm gevist, die in de paaitijd in grote scholen de rivier optrok. De vangst was vaak zo overvloedig dat de dienstmeisjes in het rivierengebied hun betrekking weigerden als ze meer dan 2 keer per week zalm moesten eten.
En de Noordzee zat nog barstens vol met haring. Het uitvaren van de Scheveningse haringvloot was steeds een belangrijke gebeurtenis. Het afscheid van de vrouwen die lange tijd alleen achterbleven en de mannen die hoopten op een voorspoedige vangst, op hoop van zegen. Maar soms werd de vis duur betaald, want menig visserman vond zijn graf in de ziedende golven. Het kon onbarmhartig stormen. Radio en radarnavigatie bestonden nog niet en de Nederlandse kust zat vol ondiepten en zandbanken. In de jaren 20 zijn heel wat schepen vergaan, midden op zee of in het zicht van de haven. Maar altijd stonden Nederlandse redders klaar om met gevaar voor eigen leven de onfortuinlijke zeelieden te redden. In februari 1928 strandde het uit Liverpool afkomstige stoomschip Tsjonga voor de haven van IJmuiden. De redders verzamelden zich op het strand. Maar het leek onbegonnen werk, want de storm joeg de golven huizenhoog op tegen de pier. Toch voer de reddingboot uit in een poging de bemanning te redden. Maar het werd een hachelijke tocht. Ondanks vele moeilijkheden slaagden de redders erin alle opvarenden van het Engelse schip te halen, inclusief de scheepshond. Het was net op tijd, want even later brak het stoomschip in tweeën en verdween het voor een deel in de golven. De bekendste redder op zee was Doris Rijkers. 40 jaar lang had hij als schipper van de reddingboot Den Helder het leven van honderden schipbreukelingen gered. In maart 1928 overleed Doris Rijkers op 81-jarige leeftijd. Maar zijn naam bleef voortleven in het Doris Rijkers Fonds dat steun verleende aan behoeftige redders en hun weduwen. En dit was in de tweede helft van de jaren 20 nog grotendeels het beeld van het Nederlandse leger. De befaamde gele rijders in de straten van Arnhem met kolbakken, paarden en kanonnen. Toch werd er zo hier en daar ook voorzichtig aan iets moderners gedacht. In 1927 baarde de demonstratie van een tank van de Franse Renault-fabrieken veel opzien. Maar het bleef bij een demonstratie. En tot de Tweede Wereldoorlog zou dit kleine monster de enige tank van het Nederlandse leger blijven. Wel werd de infanterie uitgerust met gasmaskers en daar moesten de soldaten uitgebreid mee oefenen.
Zo'n veldoefening werd niet zo vaak gehouden, want de dienstplichtigen waren maar 5,5 maand onder de wapenen. In die tijd leerden ze marcheren en schieten en konden ze genieten van de rats, kur en bonen uit de keukenwagen. Koortsachtige bouwactiviteiten in Amsterdam-Zuid. In 1928 werden de Olympische Spelen in Amsterdam gehouden en daar werd een gloednieuw stadion voor gebouwd. De bouw vorderde voorspoedig en terwijl de tribunes nog in de steiger stonden, werd met paardenkrachten gewerkt aan het egaliseren van de grasmat. Kort voor de Spelen was het nieuwe Olympisch Stadion klaar voor de ruim 3000 deelnemers en de vele tienduizenden bezoekers. De Olympische Spelen van 1928 waren voor Nederland tamelijk succesvol. Met gouden medailles voor wielrennen, zwemmen, boksen en turnen. Maar de Nederlandse militaire ruiterploeg verzamelde de meeste medailles. 9x zilver en 4x brons. Behalve paarden waren er in ons land ook tienduizenden trekhonden. Vanaf 1928 moesten trekhonden regelmatig worden gekeurd en daardoor nam het aantal wel enigszins af. Maar toch bleef de hondenkar het vervoermiddel bij uitstek voor de armen. En er was veel armoede, vooral op het platteland, waar de lonen laag werden gehouden en sociale voorzieningen ontbraken. In de Drentse veengebieden leefden de kinderrijke gezinnen onder erbarmelijke omstandigheden. In schuurtjes, bouwvallen en plaggenhutten, onder en boven de grond. Alcoholisme en besmettelijke ziekten waren wijdverbreid. Op de Jubbegaasterheide in Friesland was het beeld niet veel anders. Grote gezinnen in bittere armoede, vroeg oude kinderen en geen enkel uitzicht op verbetering. Maar voor de kinderen uit de arbeiderswijken van de grote steden werd wel wat gedaan.
Bleekneusjes uit de Amsterdamse Jordaan reisden naar een vakantiekolonie in Nunspeet, waar ze in de gezonde buitenlucht konden bijkomen van de armoede en de slechte hygiëne. Er waren verscheidene van die vakantiekolonies aan zee of in de bossen. En een centrale raad voor kinderuitzending coördineerde het werk van de verschillende particuliere organisaties. Oud en arm. Voor de bejaarden in de steden leidde die combinatie onvermijdelijk naar het armenhuis. Dat was een instelling van de kerk of de gemeente waar de oudjes op grote zalen en met weinig verzorging hun laatste dagen sleten. In het Amsterdamse armenhuis moesten ze ook meehelpen bij het bereiden van de wintervoorraad. Het jaar 1929 begon met een zeer strenge winter. In januari was het al bitter koud, maar rond half februari ging Nederland een beetje op de Noordpool lijken. Op 14 februari vroor het 19 graden en er stond een ijzige wind. De rivieren vroren dicht, maar dat had ook wel voordelen. In Dordrecht kon het verkeer nu de kortste weg nemen, over de dichtgevroren haven. Maar de armen, daklozen en slecht behuisden hadden het moeilijk. In Haarlem werd daar wat aan gedaan. Er kwam straatverwarming en het Leger des Heils deelde gratis warme koffie uit. Op 12 februari 1929 werd de derde Friese Elfstedentocht gehouden. Die tocht was voor het eerst gereden in 1912 en daarna nog een keer in 1917. Het had dus 12 jaar geduurd voordat de marathonschaatstocht weer gehouden kon worden. De Elfstedentocht van 1929 telde 98 deelnemers, maar slechts 54 schaatsers volbrachten de tocht. Winnaar werd Karst Leemburg uit Leeuwarden in een tijd van 11 uur en 30 minuten. In februari 1929 brak brand uit in het 14e eeuwse stadhuis van Leiden. De brandweer ging het vuur met groot materieel te lijf, maar het historische gebouw brandde helemaal uit en alleen de gevel bleef nog staan. Want het was zo koud dat het bluswater direct bevroor.
paar maanden later woedde een felle brand in het Paleis voor Volksvlijt, een van de markantste gebouwen van Amsterdam. Daar was niets meer te redden. Binnen korte tijd brandde het gebouw tot de grond toe af. Een autotocht door Nederland was in de jaren 20 geen plezierritje. Het wegennet bestond nog voornamelijk uit grindwegen en een aantal klinkerwegen tussen de dorpen en steden. Die klinkerwegen waren smal, hobbelig en vol bochten. De grote rivieren moesten met een pontje worden overgestoken, want er waren geen verkeersbruggen. Ook de talloze ophaalbruggen zorgden voor veel oponthoud. Als er geen ophaalbrug was, was er wel een tol waar moest worden betaald om verder te kunnen rijden. Vooral die tollen waren een doorn in het oog van menig automobilist en er werd vaak actie tegen gevoerd. Tegen het einde van de jaren 20 werden de meeste tollen op de grotere wegen opgeheven en dat was een feestelijke gebeurtenis. Heel Hilligersberg liep uit om het einde van de tol op de straatweg te vieren. Met de opbrengst van de wegenbelasting werden de wegen langzamerhand verbeterd. Ze werden verbreed en soms geasfalteerd. En tussen Den Haag en Rotterdam werd de eerste echte autoweg aangelegd. Twee baans en zonder gescheiden rijbanen. Leden van de AVRO, ook wel luistervinken genoemd, gaven tijdens een landelijke bijeenkomst blijk van grote aanhankelijkheid aan hun eigen omroep. De omroepen begonnen in 1924 met regelmatige radio-uitzendingen en tegen het einde van de jaren 20 waren er al 140.000 luisteraars. Allemaal keurig verdeeld in hokjes, want de verzuiling sloeg vrijwel onmiddellijk toe. Er was een protestantse, een vrijzinnig protestantse, een katholieke, een socialistische en een algemene omroep. En die hadden allemaal een grote en vooral trouwe aanhang. Willem Vocht, omroeppionier en oprichter van de AVRO, kreeg tijdens deze bijeenkomst een staande ovatie. Vanaf 1929 kon iedereen ook door de ether met Indië praten. Koningin Moeder Emma opende dat jaar in Den Haag de publieke radiotelefonische verbinding met de kolonie. Via de korte golf luisterde ze naar de echtgenote van de gouverneur-generaal die haar toesprak namens alle vrouwen van Nederlands-Indië. En vol verbazing keken de Nederlanders naar de Graaf Zeppelin, het Duitse luchtschip dat in oktober 1929 een bezoek aan ons land bracht. Het jaar daarvoor had de Graaf Zeppelin in 21 dagen een tocht om de wereld gemaakt. En sindsdien onderhield het luchtschip een geregelde lijndienst tussen Duitsland en Amerika. Maar nog wonderlijker was de eerste Nederlandse helikopter die dat jaar uit de hangar rolde. Het was een ontwerp van ingenieur von Baumhauer, de onderdirecteur van de Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart,
die had ingeschreven op een prijsvraag van het Britse luchtvaartministerie. Bij de bouw van dit hefschroefvliegtuig, oftewel helikopter, waren vrijwel alle Nederlandse vliegtuigfabrieken betrokken. Er werden enkele proefvluchten gemaakt en wat verbeteringen aangebracht. In de zomer van 1930 verongelukte de helikopter tijdens een testvlucht en hij werd volledig vernield. Maar onze eerste vliegenierster kwam behouden beneden. Dat was ene mejuffrouw Versluis, die op vliegveld Waalhaven als eerste Nederlandse vrouw haar brevet haalde. Deze gezellig theedrinkende dames waren eigenlijk concurrenten. Ze deden mee aan de verkiezing van Miss Holland 1930. En dit was ze dan, Emmy Kuster, Nederlands mooiste in 1930. Maar toen bleek dat Emmy eigenlijk 4 jaar te oud was om nog mee te kunnen doen. Ze werd gedisqualificeerd. En Rie van Rest nam haar plaats in, als de enige echte Miss Holland. Je moest er ook wat voor doen om mooi te zijn, maar de techniek hielp daarbij een handje. In de Haagse dierentuin werd een hypermodern apparaat gedemonstreerd met elektrische krullers voor een perfect permanentje. Maar daarna werd dat modern gecoiffeerde hoofd toch weer bedekt met de nieuwste mode dameshoeden. En dit was Jantje Nauta. Hij werd in 1930 geboren en was de 750.000ste inwoner van Amsterdam. Sinds de opening van het Noordzeekanaal aan het einde van de vorige eeuw was Amsterdam weer tot bloei gekomen. De economische bedrijvigheid nam sterk toe en de bevolking groeide snel. Van 500.000 in 1900 tot 750.000 in 1930. De steeds maar groeiende bevolking moest worden opgevangen in nieuwe wijken. Onder leiding van de architecten Berlage en Van Eesteren werd het Amsterdams uitbreidingsplan uitgevoerd. Een onderdeel daarvan was Plan West. En dat werd een schoolvoorbeeld van de nieuwe volkswoningbouw. Ruim opgezette straten en woningen met een moderne vormgeving.
In de binnenstad van Amsterdam ontstonden verkeersproblemen, vooral door het brede water van het Rokin. De meeste inzenders van een studieprijsvraag die de gemeente had uitgeschreven, bevallen aan het Rokin te dempen. Maar het zou nog vele jaren duren voordat dat ook werkelijk gebeurde. De groei van de steden, het toenemende verkeer en de industrialisatie hadden tot gevolg dat de belangstelling voor de natuur sterk toenam. Er werden natuurbeschermingsorganisaties opgericht en de Nederlandse Bond voor Natuurstudie ging regelmatig op kamp om de flora en fauna te verkennen. De grote promotor van de natuurbescherming in ons land was Jacques P. Thijssen. Hij was een van de oprichters van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en speelde een belangrijke rol in de vogelbescherming. Maar vooral zijn teksten bij de plaatjes in de verkadealbums hadden velen de ogen geopend voor de omringende natuur. In 1930 nam hij op 65-jarige leeftijd afscheid van het Kennemer Lyceum in Bloemendaal, waar hij jarenlang leraar was geweest. Frederik van Eeden vierde in 1930 zijn 70ste verjaardag. Zijn symbolische sprookje De Kleine Johannes en de psychologische roman Van de Koele Meren des Doods hadden veel succes gehad. Toch was hij een teleurgesteld mens, want zijn ideeën over maatschappijhervorming kregen weinig navolging. En hij had zijn coöperatieve kolonie Walden ten gronde zien gaan. Pieter Jelle Stroelstra had de maatschappij willen hervormen. Nu sleet hij zijn laatste dagen in het naar hem genoemde Troelstra-oord. De mislukte revolutiepoging had zijn gezag weliswaar ook in socialistische kring danig aangetast. Maar toen hij in 1930 op 70-jarige leeftijd overleed, werd zijn begrafenis in Den Haag toch weer een grote manifestatie. Een laatste eerbetuiging aan een markante socialistische voorman. Troelstra had het nog net meegemaakt dat in 1929 de wereldcrisis uitbrak, die rampzalige gevolgen zou hebben voor de economie en de arbeidersbevolking. In 1930 waren er al 136.000 werklozen die rond moesten komen van een minimale steun. En in Haarlem kwam het tot relletjes tussen ontevreden werklozen en de politie. Ondanks de uitgebroken crisis gingen de Zuiderzeewerken gestaag door. In 1930 viel de Wieringermeer droog, een gloednieuw landbouwgebied van 20.000 hectare. En de bouw van de afsluitdijk vorderde voorspoedig. Binnen 2 jaar zou het laatste gat kunnen worden gedicht. De Zuiderzee zou dan IJsselmeer zijn geworden. Door de afsluiting zou het water van de Zuiderzee langzaam zoet worden. En dat betekende het einde van de florerende visserij. Die hele vissersvloot van 3000 schepen was ten dode opgeschreven. En de vissers zouden een baan aan wal moeten zoeken. In de oude vissersplaatsen rond de Zuiderzee zou het stil worden. Geen vloot meer in de haven, geen scheepswerven en geen zeilmakerijen. Spakenburg was in 1930 nog een bedrijvige haven, maar de toekomst zag er somber uit. De Zuiderzeesteunwet moest de vissersbevolking schadeloos stellen.
Maar de vissers waren het niet eens met de voorwaarden en de voorgestelde vergoedingen. Ze vonden het allemaal veel te weinig en togen naar Den Haag om daar te protesteren. Dat getouwtrek om geld was in 1930 een wat wrang afscheid van de oude Zuiderzee. Maar de vis wordt nu eenmaal duur betaald.